De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft vandaag een in Bachelor of Art in de journalistiek afgeleverd. Clayton Hiewat is de afgestudeerde. Zijn afstudeerscriptie is getiteld De Wet Openbaarheid van Bestuur voor de Journalistieke Praktijk in Suriname. Hiewat geeft aan dat deze wet elke burger toegang zal bieden tot overheidsinformatie. Het ontbreken van deze wet vormt vaker een belemmering voor de journalisten om onduidelijkheden die binnen het beleid plaatsvinden te onderzoeken, zegt de bachelor. Het is voor iedereen, zelfs voor de normale burger. In mijn maatschappelijke relevantie heb ik aangegeven voor de vakbond en andere belangengroepen. Maar het is voor ieder belangrijk. Zelf die moeder die een zuigeling heeft en BUG lanceert een informatie over babypap. Als die moeder vindt, nee, ik wil zelf naar BUG gaan en ik wil de informatie opvragen en toetsen als die informatie klopt. Mag die moeder zelf gaan. Dus het is voor iedereen belangrijk, voor de hele maatschappij. Want als je geen goed geïnformeerde burgers hebt, weet men niet wat zich afspeelt. En gaat men twijfelen aan het beleid van de overheid. Dus kortom, voor de hele samenleving. Clayton geeft verder aan dat als de wet wordt aangenomen, de SVJ het werk zal hebben de journalisten te scholen. Hoe gebruik je hiervan te maken? De afgestudeerde zegt verder dat hij samen met de SVJ invulling zal geven aan zijn onderzoekscriptie in afwachting op de conceptwet. Ik zit ook in het beroep, het journalistiek beroep. Sowieso ga ik een jaartje rusten. Ik heb ook de aanbeveling gehad van de examencommissie om als ambassadeur op te treden, om me sterk te maken met de SVJ, om die wet op de agenda te krijgen van DNA. Dat ga ik zeker doen, want ik ben een doorzetter. En hierna, het komend schooljaar, zal ik me wel weer inschrijven op een opleiding om een verdere studie te doen. Clayton Hiewat, Bachelor of Art in de journalistiek. Hij geeft als boodschap mee dat de weg naar succes niet makkelijk is. Je komt tal van frustraties tegen, maar je moet de moed niet opgeven. Hiewat kreeg een 8 voor zijn thesis.